Goedemiddag. Ik sta hier met het programma Wegwijs met Wekker in het Westlandpark met twee gasten. Astrid Kusters. En Astrid is lid van het cultuurplatform Woerden. En met Roel van der Bij. En Roel is voorzitter van Stichting Soap, maar ook van het Akoestival. Roel, we staan hier omdat volgende week zondag het festival hier weer losbarst. En wat ik me afvroeg, dat heb ik nog niet zo gehoord in de afgelopen pers. Hoe lang bestaat het al, maar vooral ook, hoe is het ontstaan? We doen dit voor de 12e keer deze keer en voor de 3e keer samen met Kunstpark. En het is 12 jaar geleden ontstaan in het Bierhuis door twee muzikanten, Willem Jacobs en Martin Voogd. En daar is het open podium uit ontstaan en uiteindelijk het Akoestival. Jullie hebben een hele line-up van allerlei bands, bekende, minder bekende, ja. Uit Woerden en omgeving. Dat is een criterium, dat het uit de buurt moet zijn. Maar wat zijn de criteria nog meer en hebben wij als publiek daar nog een stem in? Belangrijk is dat iedereen op het open podium optreedt. En dan kunnen wij ze ook zien en luisteren en ook kijken hoe de kwaliteit is. We proberen natuurlijk zoveel mogelijk verschillende muzieksoorten weer te geven op Akoestival. En belangrijk is ook dat de bands zich kunnen laten zien en laten horen wat voor programma's ze kunnen geven. En de ene keer zijn we daar wat enthousiaster over dan de andere. We proberen ze ook het hele jaar te volgen. En uiteindelijk de keuze wordt bepaald door drie mensen uit het bestuur. Die leggen dat voor uit het grote bestuur. En er moet een eenheid zijn van iedereen moet het ermee eens zijn dat dat het programma is. En ja, het publiek daarin betrekken, dat is ontzettend moeilijk. Het is een festival, zeker een Akoestival, voor de hele familie. Oud en jong. Wat is er zo leuk voor de kinderen? Nou, er is sminken, er is circus, er is springkussen. Ze worden vermaakt door allerlei mensen, vrijwilligers met name ook. En het hele gezin kan daarvan genieten. Hè. Papa en mama kunnen naar het kunstpark of naar de muziek luisteren en de kinderen kunnen spelen. Kun jij drie dingen opnoemen waarvan jij zegt, nou daarvoor moet je echt komen? Nou, het is natuurlijk sowieso gratis. En dat is voor iedereen natuurlijk zo belangrijk, maar nee, dat is onzin. Waar het om gaat is dat kunst en cultuur elkaar ontmoeten. En ik vind het heel belangrijk dat dat in het open lucht gebeurt, dat dat op een manier gebeurt waar iedereen zich vrij kan laten gaan. Multicultureel, iedereen mag hier komen kijken en meedoen. En ja, ik vind het een geweldig festijn. Ja. Astrid, als ik denk kunstpark, dan denk ik aan een park vol kunst. Is dat ook zo? Ja, dat is ook zo, ja. Ja. Dus allerlei soorten kunst, schilderijen, keramiek, textiele kunst, maar ook filmkunst of theater en muziek. We hebben ook een stand met muziek die door Akoestival daar geregeld is. Ja. Jullie selecteren ook zowel voor de kunstkraam als voor de muziektent? Wij selecteren niet voor de muziektent, dat doet Stichting Soap. Maar voor de stand geldt dat het mensen het zelf gemaakt moeten hebben. Dus niet aankomen met waar wat je door gaat verkopen, maar dingen die je zelf gemaakt hebt. Wat is er nieuw aan het kunstpark? Ik hoorde al iets over een beest. Ja, ja. Dit jaar kan iedereen meedoen aan een kunstwerk maken. We gaan tijdens het Akoestival van allerlei dingen die gevonden worden een beest maken, een schroefdier hebben we het genoemd. En dat gaat ontstaan tijdens het kunstpark. Dus we zijn heel benieuwd wat het gaat worden. Was er ook nog zoiets, Roel, iets nieuws bij het Akoestival? Ja, eigenlijk wel. Marcel Fokker gaat het presenteren. Dat is onze nachtburgemeester. Vorig jaar heeft onze echte burgemeester Victor Molkenboer het geopend. En ook, is ook getekend op het kunstpark. Dat was ook erg leuk. En het programma is nog meer verfijnd eigenlijk. Hè. We proberen toch de dingen steeds beter op elkaar nog af te stemmen. Ja, wat heb ik nou nog niet gevraagd? Ik, als je jou diep in je hart kijkt, dan weet ik dat jij eigenlijk nog wel een heel belangrijke wens hebt. Wat is die wens? Ja, dat is niet eens voor mezelf, maar wel voor de organisatie als zich. 12 jaar lang zetten zich enorm veel vrijwilligers in om dit allemaal mogelijk te maken. En het zou zo geweldig zijn als we nu eens een keer die cultuurprijs, waar we al 4 keer voor geselecteerd zijn, zouden winnen. En het is natuurlijk een geweldige opsteken naar alle vrijwilligers. En ook voor onze sponsoren die dit ook mogelijk maken. Want zonder sponsoren en vrijwilligers kunnen we dit ook niet realiseren. Nou, ik denk, Roel, dat alle mensen die gaan komen
echt wel op jullie zouden willen stemmen hoor. Maar goed, daar hebben we niks over te zeggen. We gaan het heel erg voor jullie hopen. Ik wens jullie heel veel succes volgende week. Mooi weer. En ik denk dat dat wel goed komt met die prijs. De jaarlijkse Roemeniëmarkt vindt dit jaar plaats op zaterdag 29 augustus aan de Zegveldse Uitweg nummer 3. Er zijn ongeveer 50 kramen met een gevarieerd aanbod. Er zijn leuke attracties voor de kinderen zoals een zweefmolen, een springkussen en een treintje. Nieuw is het bezoek van clown Zeppie in de ochtend. De opbrengst van de markt is in zijn geheel bestemd voor hulpverlening aan scholen en ziekenhuizen en sociale instellingen in Roemenië, Moldavië en de Oekraïne. Je kunt er tussen 9 en 4 uur terecht. Vanwege de drukte en het beperkte aanbod aan parkeerplaatsen raden wij je aan om met de fiets te komen. En als je op de dag zelf niet kunt, is er altijd nog de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan de grote winkelhal op hetzelfde terrein. Kijk voor openingstijden op de site van de Roemeniëmarkt. Op 4 en 5 september kun je gaan kijken en luisteren naar de 20e editie van Babypop. Dit muziekfestival is het langstlopende muziekspectakel van Woerden. Het poppodium is prachtig gelegen en wordt omringd door het Bredingspark en de Woerdense Singles. Er is een gevarieerd aanbod aan bands. Op vrijdag kun je er al om 5 uur terecht. En om 8 uur wordt er gestart met de band Andere Koek. Op zaterdag kun je vanaf 3 uur luisteren naar onder andere Jolien, Jesco, de Pinheads en Malavita. Het programma loopt door tot in de kleine uurtjes. Jong en oud kan er terecht en heel belangrijk, het is gratis. Dit jaar is het 200 jaar geleden dat de oude Hollandse waterlinie werd opgeheven en plaats heeft gemaakt voor de nieuwe Hollandse waterlinie. Daarom zullen er in de hele maand september allerlei culturele en recreatieve activiteiten plaatsvinden in Woerden, Bodegraven, Oudewater en Nieuwkoop. Op 5 september is het openingsfestival op de Streepmarkt met een parade van het leger langs de linie door de binnenstad van Woerden. Het leger van de prins zal voor de nodige commotie zorgen. De trompetter zorgt voor de muzikale ondersteuning. Zo zal er onder andere een heuse mini-opera ter gehoor worden gebracht. Deze activiteiten worden tijdens de hele maand september uitgevoerd. Als je graag wil weten wat er allemaal te doen is, kijk dan even op de website. En we zullen in een volgende uitzending nogmaals terugkomen op deze festiviteiten. In de afgelopen jaren kwam Dammes van 't Zijlde veelvuldig in de Groene Jonker. In dit natuurontwikkelingsgebied van het Groene Hart legde hij de vogelrijkdom aan bijzondere, maar ook aan gewone soorten vast. De meest bijzondere soorten die hij voor zijn lens kreeg waren het kleine waterhoen en de geoorde fuut. Tot en met 6 september kun je de expositie nog bekijken op woensdag en zondagmiddag tussen 1 uur en 4 uur bij NME Centrum in Bredius. Kijk voor info op de website van NME Bredius Centrum.